Onze recente overwinning in de strafrechtszaak over de strafbaarstelling van het woord koelie is niet onopgemerkt gebleven. Wanneer dat N wordt gebruikt, dan zijn mensen ook van, oh, dat mag niet. Maar wanneer ze koelie zeggen, dan is het zo van, oh ja, who cares. Voor het eerst in Nederland heeft er iemand een boete gekregen voor het gebruik van dit woord. En ze zeggen van, oh kijk die koelie koelie. Dan weet je, het wordt echt in een negatieve context gebruikt. En dan voel je je heel erg van, hey, maar hoe zij het zien is helemaal niet hoe ik ben. Diverse media in Nederland en Suriname hebben dit novum opgepakt. Het OM en de Nederlandse rechtspraak mag worden bedankt voor het aanpakken van racisme. In deze kwestie in het bijzonder ook interethnisch racisme. Maar helaas heeft deze overwinning ook geleid tot framing en negatieve berichtgeving van NPO Phoenix. Volgens NPO Phoenix is Up Network een controversieel platform dat ruimte biedt aan mensen die geassocieerd worden met extreem rechts, islamofobie en de racistische omvolkingstheorie. Maar waarom is het nodig om in de berichtgeving over de strafbaarheid van het woord koelie te vermelden dat wij een controversieel platform zijn dat ruimte biedt aan mensen die geassocieerd worden met extreem rechts, islamofobie en de racistische omvolkingstheorie? Is de bestrijding van interethnisch racisme ineens minder belangrijk omdat wij interviews hebben gehad met organisaties als Pegida of Forum voor Democratie? En zijn andere omroepen zoals WNL, BNNVARA en NTR ook controversieel omdat ze interviews hebben gehad met rechtse figuren als een Thierry Baudet of een Edwin Wagensveld? Natuurlijk niet. Daarom hebben wij besloten een klacht in te dienen tegen NPO Phoenix bij de ombudsman van de NPO. En we leggen kort uit waar deze klacht op is gebaseerd. Elke omroep binnen de landelijke NPO dient zich te houden aan de code journalistiek handelen voor de landelijke publieke omroepen, opgesteld door het college van omroepen. En dit is een gedragscode voor medewerkers van de publieke omroep waarin staat hoe zij hun werk moeten verrichten en wat hun verantwoordelijkheden zijn. En de bewering dat wij een controversieel platform zijn waar ruimte wordt geboden aan mensen die geassocieerd worden met extreemrechts, islamofobie en die racistische omvolkingstheorie heeft niets te maken met het werkelijke nieuwsfeit, namelijk de strafbaarstelling van het woord koelie. En verder heeft NPO Phoenix ons ook niet in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. En dat is in strijd met het beginsel van wederhoor. Bovendien moet in publicaties van de NPO altijd duidelijk zijn of iets een mening is van de auteur of een feit. NPO Phoenix beweert dat wij een controversieel platform zijn, maar het is niet duidelijk of dit een feit of een mening is. En er wordt ook niet vermeld volgens wie wij controversieel zouden zijn. En daardoor is de scheidslijn tussen feiten en meningen onduidelijk en ook dat is dus weer in strijd met de eerder genoemde gedragscode. Kortom, we zijn van mening dat de NPO Phoenix zich niet houdt aan de journalistieke code. En bovendien handelt zij niet objectief en daarom dienen wij een klacht in bij de NPO-ombudsman. Wordt vervolgd.